Yo, wat up mensen, mijn naam is Dylan en welkom weer terug bij een nieuwe vlog op mijn kanaal. Oftewel, het is dus maandag, anders komt deze vlog niet online. Ja, misschien kijk je hem later, dat kan ook natuurlijk. Maar in ieder geval komt het maandag online en ik ben nu aan het opnemen op de dinsdag van de vorige week. Ik ga een keertje lekker voorwerken, ben er lekker mee bezig en het gaat allemaal de goede kant op. Goed, in deze vlog ik ga zo meteen naar de fietsen maken waar ik eigenlijk nu werk. Want het is nu wel zover dat ik daar nu werk, dus dat is fijn. En op het moment dat deze opname online komt, werk ik nu al 4 dagen, dus dat is lekker. En daarna ga ik wel naar de sportschool, want dat is ook weer belangrijk. Want ik heb een beetje, het gaat een beetje de goede kant op. Gaat lekker. Ik doe met YouTube ga ik goed. Ik loop hard te werken. Ik loop aardig voor te werken ook. Dus dat is ook wel dat goede shit altijd. Ik ben lekker aan het voorwerken. En dat heb ik bijna nog nooit gedaan met YouTube. Dus dat gaat goed. En ik heb ook besloten om inderdaad weer de sportschool op te pakken. Mijn bedrijf gaat ook wel de goede kant op. Ik heb een grote kans aan mijn bedrijf, waardoor ik veel meer klanten krijg. Dat is ook nice. Maar ik ben zelf een beetje out of shape. De meeste mensen weten of vinden dat ik wel een beetje breed ben op YouTube. Maar ik ben een beetje aangekomen in de laatste paar maanden. Dus dat is niet de bedoeling, is niet goed. En daar ga ik nu aan werken. Dus ik heb mijn spulletjes gepakt voor de sportschool. Weet je, een handdoekje en broekje en een shirtje. De telefoon zit in de oplader op het moment. Daarom neem ik het nu even op. Want daar zit allemaal muziek op. En zonder muziek kan ik gewoon niet sporten. En het is nu 11:45. Je ziet het, 11:45 bijna. Je ziet het niet, omdat ik niet zo goed scherp stel meteen. Op de 14e. En dat is dus eigenlijk de week voor ik dus ga. En dus ik ga zo meteen naar de sportschool. Wil ik even laten weten. Dus ik neem jullie vast ook wel even mee naar mijn werk weer. Want Diberto werkt weer. En ondertussen, mijn schema. Ik bedoel, het is de dinsdag. En dit is deze week. Nou, ik heb nu allemaal kleurcoderingen gedaan. Ik heb het veranderd sinds vorige keer. Je hebt nu, zeg maar, groene is hier helemaal klaar om te gaan. Blauw is hier nog, is het wel opgenomen, maar nog niet geëdit en gerenderd. En paars is hier gerenderd. En alles is klaar hier, met de thumbnail en al. Maar alleen de, is nog niet af. Hij is alleen nog geüpload. En rood is, ik heb er nog niks aan gedaan. Nou, op dit moment heb ik allemaal groene. Dus alles is ook geüpload, behalve Pokémon. En het kutte is, die moet eigenlijk morgen online komen. Dus daar moet ik even keihard aan werken. Maar tot nu toe, alles staat verder wel online. Dus ik loop hard voor. Dus dat is wel lekker. Goed, ik was hier links aan het kijken, dat filmpje aan het kijken. Dat is Believe in Yourself, een soort van motivatievideo. Dat is ook wel lekker, dus vind ik altijd wel chill om te kijken. Dus op zich gaat het goed. De YouTube leeft gaat lekker. Gaat de goede kant op. En dat is wel nice, dus daar ben ik heel erg blij mee. Ja, in ieder geval, het gaat allemaal de goede kant op, dus dat is altijd wel chill. Goed, in ieder geval, dan ga ik me klaarmaken om te vertrekken richting de fietsenmaker eerst. Want ik moet mijn fiets even laten fixen en ik moet even praten over mijn... Over hoe het allemaal, mijn contract tekenen sowieso. Dus ik moet dan een paar dingen regelen. En dus dat ga ik even doen. En dan gaan we altijd even Tommy filmen, want vinden jullie allemaal zo leuk. En dat is mijn moeder, mijn mam. Hallo. Gaat Tommy even plagen? Hey Tom. Tongetje van Tommy, dat is wel leuk. Yo. Gaan we niet likken. Dan zie ik jullie dus zo. Yo mensen, ik ben weer. Ik ben even van de sportschool terug en oh god, de camera shaked, want mijn spieren, jongen, mijn borst. Ik heb mijn borst gedaan en mijn biceps en dat doet pijn, dus dat shaked, dat is de malle misschien. Wacht, ik ga het even zo doen vandaag, want jeetje mina. Oké, in ieder geval ben ik terug. Ik was vergeten op te nemen dat ik eigenlijk heen fietste en dat ik daar was bij de fietsenmaker van mijn werk. Het is allemaal gefixt. Ik heb daar een gesprek gehad met een van mijn collega's ook. En voor degenen die het willen weten, ik heb daar een collega, die heet Robby. En die heeft zijn eigen gamesite. En dan kan je allemaal trailers vinden, verhaaltjes vinden. Ik ga er ook wat op doen binnenkort. Dus www.gamenerds.nl. Ik ga even laten zien hoe het eruit ziet hier ook. Zo. Gamenerds.nl, dat is die site. Nou, laat eventjes. Boom. Ziet er wel smooth uit allemaal. Hier zijn die trailers bijvoorbeeld. De trailer van Batman Surprise. Het pocket toernooi, weet ik veel. Trials, Fusion, alle trailers en zo. En dat is een hartstikke chille site. Heel makkelijk is hier, het werkt heel simpel. Dus op zich is het wel een vette site. En daar ga ik binnenkort ook wat doen allemaal met trailers en met video's van YouTube.
Dus dat ga ik doen. Dus www.gamenerds.nl. Dus dat is wel awesome sauce. Dus als je er wil kijken, ga er vast naartoe en zo. Dan kun je er allemaal al achter komen. En dat is hartstikke gaaf. Een hartstikke chille gast ook. Dat is natuurlijk mijn nieuwe collega en een goede vriend van mij. Dus doen we dat even. Oké, dat terzijde. Ik kom net dus terug van de sportschool. En ik moet nog wat opnemen. Zoals je zag vanmorgen, dat is die Pokémon. Dat ga ik nu meteen doen eigenlijk. Want het moet nog gebeuren. Je ziet het. Alleen één ding is wel kloten. Ik had ook een whiteboard besteld 3 dagen geleden. En die zou vandaag geleverd worden door van bol.com. En die zou geleverd worden. En altijd als ik iets bestel op bol.com, komen ze altijd te laat. Ze zijn geleverd tussen 12 en 2. Het is bijna 3 uur. En het is nog steeds niet. Omdat het whiteboard is, nou een soort kalender iets. En ik heb de vakantie met mijn vriendin, heb ik besproken met haar ook, dat ik veel meer wil gaan YouTuben. Maar ik wel mijn tijd goed moet indelen. Want ik verspil heel veel tijd. Weet je, League of Legends bijvoorbeeld, het is een spel. Het kost gewoon heel veel tijd om te spelen. Opnames kosten veel tijd. Dus ik moet gewoon goed inroosteren. En ik weet van mezelf, ik ben heel kritisch geweest aan mezelf op die vakantie ook. En zij ook, dus heel streng, heel aardig, heel netjes tegen me geweest, maar wel heel streng. Van, we weten allebei dat ik gewoon heel slecht ben met agenda bijhouden. Ik heb wel een agenda, maar die is echt helemaal leeg. Dus daarom heb ik een whiteboard gekocht en daar ga je de dag van de week kunnen indelen. Dus dan ga ik inderdaad op kunnen schrijven, oké, ik geef een 7:30, 8:30 bootcamp les. Maar ik moet die dag wel Pokémon opgenomen hebben, dus die Pokémon opname is om 4 uur. Dus dat moet allemaal komen, dus daarom wilde ik hem vandaag binnen hebben. Maar helaas is hij er niet, dus dat is kloten, dat is fucked up. Maar dat komt eigenlijk vanzelf wel weer goed. Nou goed, in ieder geval vind ik jammer, vind ik even kloten. Maar eigenlijk is dat een beetje voor deze dag vandaag. Misschien vanavond nog wat stukje vloggen. Maar dat was eigenlijk alvast de dinsdag. Dus tot vanavond morgen. Goedenavond allemaal, ik ben nog steeds in hetzelfde shirt volgens mij. Of niet, ik had gaan douchen. Ik weet het niet meer. In ieder geval, ik ben nog steeds in de avond en het is nog steeds op de dinsdag nu. En ik heb een tijdje hard vooruit gewerkt. En jongens, hij is binnen. Mijn whiteboard. Ik kan hem niet ophangen, hij is al 2 keer gevallen. Dus ik moet even kijken hoe ik hem vast ga maken. Maar bijvoorbeeld een paar dingen. Er staat bijvoorbeeld opnemen van Pokémon en Gario. Die staat op het rooster van woensdag de 15e. Dus morgen moet ik dus en Pokémon opnemen plus agar.io. Nou, dan weet je in ieder geval welke filmpje er volgende week komt. Op de zondag natuurlijk, op de random video. 12 uur staat renderen. Dat je inderdaad weet van oké, ik heb die shit opgenomen. En 12 uur gewoon verplicht renderen. Gewoon geen bullshit. Gewoon doen. Dan ga ik donderdag moet ik werken. Staat er 10 uur werk. En dan ben ik thuis. En 's avonds gym. Naar de sportschool naar mijn werk. Wat ik vandaag ook gedaan heb. En om 1900 uur. Opnames prison. Dan heb ik de opnames met DDG. Met David. En de Lars en iedereen voor de prison. Vrijdag heb ik nog leeg staan. En dan staat er hier lesgeven. En dat is Clary. En zaterdag moet ik weer werken van 10 uur tot 's avonds. En 's avonds heb ik nog niks te doen. Maar ik moet nog afspreken met mijn vriendin. En zondag weer naar de sportschool. Dat betekent dat ik gesport heb op de dinsdag, de donderdag en natuurlijk op de zondag. Dus 3 keer per week. En natuurlijk hier een memo als ze in onthouden dit. Gewoon doen, geen excuus. En dat is iets waar ik me aan wil gaan houden. Dus gewoon doen en geen excuses. Maar jongens, het belangrijkste van deze hele vlog komt er nu aan. Want er komt namelijk ook weer een nieuwe serie erbij op mijn kanaal. Een extra. En dat is de volgende. Het wordt, die komt vanavond online al meteen. Dus op de mensen die dit ziet, op de maandag komt die om 7:30 komt deze serie. En deze serie komt 3 keer per week uit. Het is namelijk Minecraft PvP Texture Pack Showcase. Wow. En het is een hele simpele serie eigenlijk. En ik denk dat de meeste Minecrafters het heel erg dope vinden. Wat het namelijk is, ik laat gewoon Minecraft PvP Texture Pack zien. Dus dan kan je zelf kijken welke jij chills vindt. En dan kan je gewoon heel makkelijk gratis downloaden via een link in de beschrijving. Easy peasy lemon squeezy. Dus op het moment dat jij deze video kijkt, is ook beneden in de beschrijving mijn uploadschema veranderd. Van dit. Naar alvast dit. 1930, Minecraft PvP Texture Pack test 1, test 2, test 3. Hij komt dus op de maandag, woensdag, vrijdag. Maandag, woensdag, vrijdag, 19:30. Dus om 7:30 komt elke keer Minecraft PvP Texture Pack maandag, woensdag, vrijdag. Onthoud het, sla het op. Chillen Texture Packs, helemaal gratis te downloaden, easy peasy.
En ik ben nu al keihard aan het werk weer, want het is dus weer keihard aan de bak. Het is nog dinsdag, hè. En ik ben nu al bezig voor volgende week, dus ik ben echt lekker. Ik ben echt aan het knallen een keertje. Ik heb er echt zin in. Want nu ook al bijvoorbeeld, hier zie je dan een van die texture pack filmpjes. Dit is de opname die ik nog fixen. En hier is een opname, nou, nummer 10 van vandaag. Dus dat betekent dat ik 10 filmpjes opgenomen dan gisteren. Van Skywars, waar ik echt hele vette kills pakte. Dus die ga ik zo editen en dat is eigenlijk een beetje de rest van de dag. Dus dat is wel nice. Nou, dat was het vandaag. Dan zie ik jullie morgen weer. Ja, yeah, mensen, ik ben nu weer terug. Het is nu al zondag. De laatste keer dat ik een stukje had gevlogen was op de maandagavond. En nu is het alweer zondag. De week verder. En we zitten nu midden in de opnames eigenlijk van Minecraft Factions. Ja, dus wie eigenlijk donderdag online komt. En we waren bezig met het reden van een beest. We waren mee bezig. En we hebben een nieuwe TNT-kanon. Ik zal het even laten zien, alvast een stukje voorproefje. En daar zie je een gat van hun base. En nu is Guillermo, die was in mijn vorige episode, ja, die is voor mij gekomen al. Die was hij erbij en die is nu bezig met de TNT-kanon aan het testen. En dat is even Enver was veel aan het doen. Dat is ook in deze video. In ieder geval, daar ben ik mee bezig. Dus het gaat wel lekker met Factions. Ik heb er zin in, want de server was gereset. Dus dat is allemaal hartstikke awesome. En ik ben nu aan het keihard aan het vervelen, dus ik dacht, weet je wat, fuck it, ik ga deze vlog even doen. Terwijl Guillermo zijn ding aan het testen is, ik moet zo meteen weer verder gewoon met die opname. Dus dat is vrijwel cool Reno, en dat is wel chill. En ondertussen ga ik nou eens vragen, jongens, heb jij Rocket League, heb je eens een keer zin om Rocket League met me op te nemen? Laat even je Steam achter, want ik wil eens een keer zin om Rocket League te gaan spelen met kijkers. Dat lijkt me hartstikke gezellig. Dus een keer wat anders dan Minecraft. Want ook belangrijk is inderdaad natuurlijk. Ik heb maandag al verteld dat ik mijn opname rooster weer ga veranderen. Want ik ga nu op de maandag, de woensdag en de vrijdag komen er PvP texture pack. Previews. Ik kan laten zien hoe die eruit zien. Of je het awesome vindt om die te gebruiken. Dus die komen op de maandag, vrijdag en de woensdag. Om 7:30 geloof ik. Moet je even kijken, want de rooster beneden in de beschrijving is natuurlijk weer veranderd. Dus dat is één ding wat ik is. Wat belangrijk is eigenlijk voor deze vlog. Het is eigenlijk belangrijk als ik weer keihard in de bak ga natuurlijk. En dat ik natuurlijk heel veel Skywars, of nee, maar geen Skywars, Factions doe. En dat ik een nieuwe faction heb gemaakt. Dat is genaamd Rotjochies. En daar kunnen al mijn kijkers dus ingepropt worden. Dus als je een kijker bent van mij en je vindt mijn factions leuk, kijk daar even op. Want dat is eigenlijk wat er gaat gebeuren eigenlijk. Vooral met mijn factions. En ja, goed, in ieder geval, ik zit ultra hardcore, is weer ingelogd. Guillermo, je zag net even op, ja, dan loopt hij al. Dus TNT kan hem daar checken voor de zekerheid. Dus dat betekent dat ik hier moet beginnen. En dan wil ik je bedanken voor het kijken van deze vlog, want ik heb eigenlijk niet veel te melden en heb het morgen al online staan. Dus deze vlog was vooral eigenlijk belangrijk om te laten zeggen van, hey jongens, ik ga gewoon weer extra video's bijvoegen deze zomervakantie. En dan zijn we bijna bij de 30.000 abonnees, dus dat gaat hartstikke goed. En dat was hem eigenlijk wel. Oké, normaal tot ziens, laat een duimpje omhoog en zo. En peace, motherfuckers.